onze volgende boot. Nou, bootje. Die is niet groot hoor. Ah, een wegwijs, Piet. Dat is altijd fijn. Ik denk dat je bedoelt achter die auto, maar... Ja, zaten we toch net lekker te lunchen. Moest opeens weer rijden. Dat was de vorige keer ook al zo. Zaten we net lekker een hapje te eten. En moesten we rijden. Maar goed, hier wordt wel al geladen. Wordt er al geladen? Ja, en die chauffeurs, die, of die vrachtwagens, die staan al op dek. Oh, ja. Nou, dan gaan we eerst maar eens even inpakken. Het ziet er naar uit dat we er vandoor gaan. Net een mannetje met dat bootje gekomen. Die mag de trossen losgooien, denk ik. Is er alleen los? Ja. Nou, dan gaat nog een trossie los. Nou, en dan heb je er nog eentje hier. Nou, dan moet hij helemaal hard van lopen. Oh, die is ook al los. Nou, dat was zijn klus. Kan hij weer in zijn minibootje er vandoor. We gaan echt. Kijk. Komt een beetje ruimte aan de kade. Met naar de receptie. Ook een boot heeft een receptie. En hier heb je dan weer zo'n gangetje. Met allemaal hutten. Nou, we zijn aan de overtocht naar Ikomenice begonnen. We hadden geen hut, maar hebben toch maar een hut genomen. Want het is 12 uur vannacht als we weer aan de kant worden gezet. Dus een klein tukkie kan geen kwaad. Boris begint nu al te tukken. Het is een hut, hoor niks mis mee hoor. Alleen, hij heeft geen ramen. Alleen de spiegel. En het is wat koeler dan het andere schip. Een rondje dwalen door de boot. Gangetje gevonden. Ik zoek nu eigenlijk een deur waarmee ik naar buiten kan. Ik kan het niet vinden. Volgens mij ben ik er al voorbij. Ik ga even terug. Dit is een van de reddingsmogelijkheden van deze boot. Het is nummer 13. We zijn in Griekenland aangekomen. En we hebben hier vannacht op deze parkeerplaats gestaan. Want we waren best te laat. Het was uiteindelijk 2 uur. Donker. Nou ja, zoek maar wat. Dus dit was een park vanuit plek en daar zijn we maar gaan staan. Rob heeft lekker geslapen, ik iets minder. Nou ja, daar ben ik nog een beetje tuttebel in. Want als je overdag kijkt, is het natuurlijk gewoon een prachtig plekje. Uitzicht op Ikomenice. We staan weer naast het kapelletje. Daar was net zo pas al een monnik om de plantjes water te geven. Prachtig onderhouden. Gewoon een heel mooi plekje.
Met de camper. Dus we zijn in Griekenland. We hebben het gered. En hier gaan we maar eens even een maand genieten van dit wonderschone land. Ik vind het uitzicht nu alweer adembenemend. Dit is op de camping. Nou, er staat nog een Nederlands busje. Met 3 kinderen en 2 volwassenen. Verder is het nog leeg. Daar in de verte zijn ze aan het werk. En daar nog een Zwitserse camper. En dan heb je hier de zee weer. En dat is ons huis. Ja. Kom maar. Ook als je campert, moet er gewassen worden. Nou. We hebben hier een plek, 3 wasmachines. Allemaal beschikbaar om de was te doen. Boris die denkt van wat doe jij hier? Die staat naar mij te kijken. Ik zal hem even dichterbij halen. Kijk, daar is hij. Zie je? Ik sta te koken. Dit is mijn uitzicht vandaag. Nou, is dat mooi? Ja, dat is mooi. Dat is prachtig. Het is even gaan waaien op ons mooie plekje. Ik denk dat we moeten verhuizen. We hebben de camping verlaten. Daar hebben we 3 nachten heerlijk gestaan. Vannacht nog wel even opgeschoven omdat het wel heel hard waaide. Dus zijn we iets meer in de luwte gaan staan. Ja, het was 7:30, het was niet vannacht. Nee, het was gisteravond, dat klopt. Dat klopt. Ik vond het te hard waaien, dat vind ik niet lekker slapen. En nu zijn we onderweg naar Navpaktos, een plaats aan de Corinthische Zee. Dus golf van Corinthe. Nou. Kijk, daar heel in de verte zie je de brug die het vasteland van Griekenland met de Peloponnesus verbindt. Ik zal even kijken of ik een beetje kan inzoomen. Dan kan je het wat beter zien, denk ik. Zo. En dat water hier voor me, dat is de golf van Corinthe. En als we dan een klein beetje naar links gaan, dan zie je daar de Peloponnesus liggen. Met daar sneeuw op de bergen. Ik weet niet of dat lukt zo. Kijk, je kan het een beetje zien. Daar rondom die wolken, daar moet ook, of daar ligt ook sneeuw. En als je dan de andere kant op gaat, die kant, heb je daar die brug weer. Is dit het vasteland van Griekenland? En ligt daar het plaatsje Navpaktos, waar we straks eens even heen gaan. Met daar op die heuvel. Het Venetiaanse fort, wat de moeite waard moet zijn. Dat is het plan voor vandaag. Nou, je ziet ook dat het een beetje rommelig weer. Daar achter die wolken, daar voor me, daar boven die berg,
Die zijn gewoon zwart. En ja, die kant op is het wel aardig. Er staat een strafwindje. En we staan op een hele idyllische plek. Kijk, dit is een parkeerterrein aan de rand van het dorp. En daar in het hoekje hebben we de camper maar even neergezet. En de camper die staat daar wel een beetje in de luwte. Er staat hier een gebouwtje achter deze bomen. En nou, die houdt dat wat straffe windje wel aardig tegen. En dan kan je even goed lekker met de deuren open zitten. Zit Boris genoegelijk naar buiten te koekeloeren. En José, ik bekijkt wat er verder in de wereld te beleven valt. Paktos. Hij heeft een kasteel. Daarvoor moet je trappen op. Nu een stukje van gedaan. En daar moeten we verder naar boven. Daar in het midden hangt een bordje kasteel. We hebben de ingang gevonden. Nou, gaan we weer verder. Denk ik maar wel. We zijn nog niet boven. Ja, het schiet op. Nou, we zijn er bijna hoor. Ja, een beetje slimme Griek gaat natuurlijk met de auto, zoals je ziet. Maar goed. Zo heb je ook nog een beetje beweging, hè. En dan ben je uiteindelijk boven. Krijg nog. Maar dat komt omdat we dit eind omhoog gelopen zijn. Het schijnt maar 150 meter te zijn, ik geloof er helemaal niks van. Maar daar beneden het haventje. En daar heel in de verte waar de bomen ophouden. Dus ik wil even een klein beetje schuin rechts van die muur. Daar staan we met de camper. En het haventje hier beneden. Daar hebben we gisteren gegeten. Alleen toen hebben we het hele haventje niet gezien. Maar nu wel. En dan zijn de uitzichten natuurlijk fantastisch, hè? En dan kan je daar door het poortje. Het is toch echt Griekenland, hè? Griekse vlag, man met een fakkel. Hij staat in een bootje, dat kan je nou net niet zien, maar het is wel zo. En we staan aan het begin van de haven. Dit is zo die haven. En ik sta net op een plekje waar het meestal een beetje droog is, maar af en toe spat het wat omhoog. Zeer, er was er weer een. Dus proost. Nafpaktos. Oh ja, naam die ik niet kan onthouden. Nafpaktos. Heel moeilijk woord. En ik denk dat we 15 jaar geleden hier aan de overkant ook al eens hebben gestaan. Dat weten we ook niet zeker. Nou, gaan we nog even opzoeken. Biertje is lekker. Ja, maar dat mag ook wel. Ze hebben een stevige wandeling gemaakt. Ja, een flinke wandeling gemaakt. Ik denk dat we wel 7 kilometer gelopen hebben. En het was vooral omhoog en omlaag. Ja. Er zat niet veel recht tussen. Maar dat was lekker, want dat was al een tijd geleden dat we dat gedaan hadden. Ik miste het. Nou, is ook zo. En merk dat het wel belangrijk is om
te blijven bewegen. Ja. En we hebben een paar weken heel veel gereisd en gedaan en te weinig gewandeld. En vandaag gewoon eindelijk weer eens een echte wandeling. Heerlijk. Hoe is dat? En we zitten hier dus aan het haventje van Navpactos. Hè? Het is het Venetiaanse haventje. Het kasteel is ook het Venetiaanse kasteel. Het is best wel mooi hier hoor. En het barst van de terrassen. Je wil het niet weten. Nou, het zal hier zomer zo echt heel druk zijn. Dat denk ik ook. En er loopt hier de serveerster die vroeg zich af wat wij allemaal voor leuke spulletjes hier op tafel hebben liggen. Nou, dat was dus gewoon een camera. Nou, gewoon. Dat was een camera. Oh, dan moet ik het niet aanzitten. Nee, dat is niet ja, zo maar handig. Hij lag in het bier. In het bier? Bier ligt hier. Ja, kijk, hier ligt bier. Oh, daar ligt. Oké. Dat is niet goed. Nee. Die dode muis houdt niet van bier. Dead cat. Dode kat. Oh, dode kat. Ja, maar hij is zo klein. Oké. Is dit een muis? Ja.